paddenstoeltjes. En bij deze wens ik jullie natuurlijk een hele goede middag. En welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik vind dit zo absurd, zo erg, dat men dit doet. Ik vind het vreselijk. Nou, zoals jullie zien, staan de dames, zitten de dames, maar ik zag het moois. Paddenstoeltjes. En bij deze wens ik jullie natuurlijk een hele goede middag. En welkom bij een gloednieuwe vlog. En thuis heb ik nog niet gevlogd, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, ik weet ook niet de hoeveelste het vandaag is, maar wel, waar benen we nou? Wij zijn die paddenstoelen daar. Wel dat het dinsdag is en dat zometeen Erwin komt. En helaas weer niet Claudia. Nee, wie zou nou morgen de dag komen? Ik weet het niet, maar ik ga er morgen eventjes heen bellen. Dat dit allemaal zo niet kan. En dus, maar ik vind dit even zo mooi. En nogmaals, welkom bij een gloednieuwe vlog. En de datum horen jullie later wel. Ja, want de computer staat nog uit, want die wil ik eerst schoonmaken. Ook dat nog. Dus ja, lieve vrienden, ik ga weer verder terug naar huis. Omdat Erwin straks komt. En mijn rollator gaat aan de rol, omdat er de dames lopen. En die luisteren voor geen meter. Allebei niet. Ze zijn een beetje stout aan het doen. Hup. Kijk, ze blijft gewoon staan, hè? Ze ziet andere dingen waar ze niet aandacht op moet geven. Aan moet geven, maar aan vrouwtje. En die, net zo, die luistert ook voor geen meter. Ze doen gewoon hun eigen zin. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden, met een blik op de meiden, gaan we naar huis. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Retour. En ja, ik zou jullie nog vertellen de hoeveelste het vandaag is. Nou, dat is de 18e van de 10e 2022, maar inmiddels zijn we ook weer zoveel uren later. Het is nou alweer 15 uur, oftewel 3 uur. En ja, ik kon vanochtend niet bij mijn horloge komen. Maar ja, ook Erwin is al geweest en ik had ook verteld dat Claudia vandaag niet kwam. Maar ik heb mijn computer wel uit elkaar gehaald, tenminste uit elkaar, uit de hoek weggehaald, losgekoppeld gehad. Geprobeerd schoon te maken, omdat hij iedere keer begon te brommen wanneer ik hem aandeed. Maar hij is niet goed schoon, nee, want hij bromde nog. Dus ja, nou moet Karin me toch maar helpen als die weer helemaal de oude is. Ja, ik zal er niet vandaag storen, want ze is vandaag op crematie. Dus ja, dat wachten we af. En ze is vandaag gewoon niet aanspreekbaar, dus dat laten we. En ik ga nou ik heb een gedicht op mijn mobiel staan. Die heb ik zelf gemaakt. En gewoon als er iets te binnen schoot, schreef ik dat op. Op een Samsung notecard, weet ik veel hoe dat heet. Zeg maar een kladblok. Ga ik overschrijven op mijn schrijfmap. En dat verstuur ik naar Corrie toe. Want ik hoor me helemaal niks van haar en ik maak me grote zorgen om haar. En ja, dat zint mij lang niet, maar ik ga dat gedicht eventjes naar haar opsturen. En ik heb nog postzegels, dat zit in mijn boekje. Dus dat komt allemaal goed, dus ik ga dat even doen, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, doe het met een lach, ga ik ook verder doen. En als die brief klaar is, dan ga ik nog even weg. Ik moet ook mijn scherm van de booster moet ik even schoonmaken. Want daar kan je ook zowat geen hand meer doorheen zien. En ik moet nog steeds datgene aandraaien waar mijn telefoon in kan om jullie mee te nemen. En dat kan nog steeds niet. Dus ja, dat gaan we ook proberen te doen, want het is prachtig mooi weer.
Dus ja, we zullen het zien, lieve vrienden. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon, want het is prachtig mooi weer. En daar hou ik ook van, dus ik zou zeggen, geniet lekker met ons mee. Ik denk dat het vuur er was, maar... Ik vind dit zo absurd, zo erg, dat men dit doet. Ik vind het vreselijk. Blijf met je tentakels van andermans spullen af. Toch vreselijk. Ja, jeetje, dus het was gewoon een. Het zijn wel de spullen van een ander. Ja, gisteravond was het, tenminste vannacht om 1:30, 2:00, was er een hele harde knal. Ik ben nog buiten geweest en al, maar ja, bij ons was niks te zien. En ja. En dan rij ik hier op huis aan en je ziet hem hier staan. Ja. Het is vreselijk. Hoe absurd. Toch? Ja, bizar. Ja, lieve vrienden, en daar ben ik weer. Ik heb boodschappen gedaan. Dat ik thuis kwam, zou ik eerst naar het toilet en dan zou ik met de dames uit. Maar dat kon niet doorgaan, want ik was eerst trouwens bezig Kandel weer eten te geven, want die was weer net binnen. En toen ging de poort open, kwam Mary. Ook heb ik haar kopje nog staan. Maar dat ik naar de wc daarnet ging, toen vond ik, want ik ben nou wel met de honden uit geweest en met de dames, en toen ben ik teruggekomen, ben ik naar het toilet gegaan. Toen lag er ook wat in het postmandje. Ja, ook dit nog. Nog een brief. Maar ja, dat is van de bevolkingsonderzoek. Op dat nog. Niet blij, nee. Maar ik heb dus een pakketje. En ja, er is er eentje die het mag het niet weten. Nee. Want ik denk dat het voor Karin bedoeld is. Maar het is een luchtballonnetje, zowat. Ja, het is... daar zit wat in. Nog een zakje. Dus ja, hoe is in de watters? Ik... ja... Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Zoeken gij mijn spelde dingen, potjes, dat daar. Moment! Ja, moment. Mijn spelde potje. La 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 la. Ik moet een speldje hebben. Zo. Ook weer gedaan, potje weer dicht. Nou kan ik er tenminste bij. Ze zeggen dan wel van ja, trek hier aan, maar hoe gaat dat als dat niet wil? Ja, ook zoiets. Jongen, ze verzinnen nog wat. Voilà. Ja. En daar zit een ritssluiting in. Leuk. Ik moet licht erbij hebben. Even een lichtje erbij. Stekkertje erin. Kom hier. Zo, lichtje aan. Zo, ander kleurtje. Zo, dan hebben we iets meer licht in de duister. Niks. Ja, toch. Ja. Hoe vaak willen ze het verpakken? Kanonnen. En er zit nog een zakje in. Haha. Ook met een ritssluiting. Ze weten het wel te doen. Oh, wauw. Ik laat er één van zien. Nee, dat...
Oh ja. Echt heel erg mooi. Ja. Ja. Die laat ik verder niet zien. Maar hij is beautiful. Dan moet ik het weer dicht zien te krijgen. Dat ritssluitingje. Ja, ook dat nog. En. Jeetje. Echt. Nou, ik hoop dat hij zitten wil. Dan hebben we er hier nog een. Het is namelijk een setje. Nou, open, sesam, open. Wat verdikke. Hij wil niet. Ja. Oh, waarom doen we die er niet aan? Dat lijkt me toch wel zo netjes, hè? Moet je dat maar weer gaan zitten te doen. Ja, dat is één. Dan moet ik die hebben. En daar moet hij dan doorheen. Ook dat nog. Ja. Kan die weer dicht. Ringetje opzoeken. Ja. Voilà. Eens even zien. Ja, hij hangt goed. Mooi, hè? Ja, ik vind het mooi. Ja, dat is voor een beautiful lady. Ja. Die is pas jaren geweest. En daarvoor krijgt zij het cadeau, die dame. Dus ja, dat gaan we even mooi inpakken. En dat komt allemaal wel goed. Dat kan weg. Dat leggen we hier even neer. Ja, en dat is borstonderzoek, denk ik. Dat zal haast wel. Nou ja, dat moeten wij allemaal. Hè? Nou ja, niet leuk. Even zo meteen kijken wanneer dat precies is. Ja, ik vind dat zo. Niet leuk. Maar ja, wat moet. Even de brief openen pakken. Ja, die is ook mooi, hè? Mooie brief opener. Ja. Met een of ander wapentje erop. Hij is al oud, hoor. Zo. Ik ga niks met een QR-code doen, absoluut niet. Vier QR-codes. Nederlands. Ach, opstoken. Nee, dit is niet borst. Nee. Dit is voor darmkanker. Nou, ik heb het de eerste twee keren, wat? Drie keren geloof ik ook niet gedaan. De eerste keer dat ik die onderzoek kreeg, heb ik die weggegooid. Ik ga even voor borstkankeronderzoek ging ik iedere keer, maar darm? Nee hoor. Daar sta ik gelijk over te geven. Ja, maar moet maar niet. Dan hebben ze twee soorten door elkaar. Dat moet ook maar niet. Nee. Dat ga je eens de ringstand te roeren. Nee hoor. Begrijp ik niet aan.
Je wil een hoop doen, maar dat nee. Nee. Dat kan dus allemaal weg. Dan neem ik jullie even mee. Dat kan dus weg, dat zakje. Het andere gaat bij oud papier. Zo, ja. Dan zijn we in de keuken aanbeland en dan hebben we hier boodschappen. Dan zet ik jullie even hier neer. Hey Google, eettafel aan. Is dat moeilijk? Hey Google, oh dankjewel. Ik ben blij dat ik je kon helpen, ik ben niets liever. Mooi, grote meid. Zo. Nou, ik heb weer brood gehaald en dat was heel goedkoop in de aanbieding. Niks voor jou. Weer zo'n zak waar 12 in zitten. Ja, 12 broodjes, 12 stuks. En dat maar voor 99 cent. Ja, dat brood van gisteren was, ja, en dat is toch nog goed. Moet het weggegooid worden? Ja, en nog zo'n pak. Dus ja, die doet je wat. Nou, en ik heb paprika's meegenomen. Dat is vanmorgen de bedoeling. Dat was eigenlijk vandaag de bedoeling, maar ja, vandaag ben ik niet aan toegekomen. En wat hebben we nog meer? 3 van deze knapen. Zo moet ik hem hebben. Daar heb ik er 3 van. Ja. Voilà. Dat zijn er 3. En ik ben bij Xenos geweest. Jullie misschien wel bekend. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. En daar valt er 1 af, maar dat doet er niet toe. Geloof ik, of niet? Even tellen. 1, even zien hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ook. Dan heb ik hier ook 12 lollies. Aan een kaartje heb ik 4 maal. Waarom denk je dan? Nou, ik heb boven bij mijn kattenjurk heb ik een leuk tasje. Dat is een klein zwart tasje. En er zitten een soort met driehoekjes op, puntjes, laat maar zeggen. Maar dat zijn oortjes. En dat is een paars gemaakt en het is een poezekoppie. Daar gaan al die lollies in, van die 4 strippen, dus 4x12 heb ik hier. In het tasje zit meer. Dan haal ik ze van elkaar af, gaan ze met de stokjes omhoog. En met Halloween hier in de stad, dan rij ik als heks op mijn booster door de stad. Want mijn booster wordt dan ook nog even opgekalvaterd. Aan de weerskant van de accubak komt een heksenbezem. Bovenop mijn mandje komt een hele grote spin en op zijn rug komt een rat. En op mijn scherm komt een vleermuis van rubber. Nou ja, en dan geef ik kindertjes een lolly. Dat vind ik leuk. Ja, dat is helemaal geweldig. Dus ja, dat gaat eventjes in een plastic tas. Want ja, dit is mijn boodschappentas, ja, die heb ik wekelijks nodig. Dus ja, dat ga ik zo even opruimen. En dan is het alweer tijd om ook te gaan eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten, daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Nee, druk vandaag. Ja, morgen rond 11 uur, tussen aanhalingstekens, komt Claudia. En ze zal geloof ik rond 1:15 weer weg. Dus ja, de hele tijd. Dus ja, we zullen afwachten. Ik weet het niet. Het is
Ze heeft het wel toegezegd, maar of het doorgaat, ik weet niet. We merken het wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Voor degenen die nog eten, moeten net zoals ik smakelijk eten. Bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik zou zeggen, geniet ervan. Tot dan. Later. Zo, lieve vrienden, er is weer een tijd om te gaan sluiten. Ja, want het is, we zien, die klok, die heeft het 1:30 gehad. Nee, ja, 1:30. Ja. Terwijl het 1:33 is. Ja, klopt ook wel. Ja, klopt aardig. Want ik heb hem weer een beetje gelijk gezet. Ik ga mijn bedje opzoeken. De meiden die liggen daar klaar. Die moeten nog naar bedje toe. Elwing ligt daar ook nog. Ja, nou. Zijn we ook lief? Ja, hè. Wij zijn lief, hè. Oh, wat leggen we daar lekker tegen elkaar aan, hè? Rug tegen rug, zeg maar. Ja. Dus ja, want we gaan lekker de boel afsluiten en moet nog even naar buiten toe, de poort op dicht doen. En dan gaan we er vandoor. Ja, naar Betje Veren Lakenstraat, nummertje Kussensloop. En we gaan van onze mooie dromen genieten, als we tenminste mooie dromen mogen krijgen. En anders hebben we pech. Ja, maar ik zeg wel tegen jullie allemaal, dankjewel voor het kijken. Vond je deze vlog nou leuk? Nou, steek dan die duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Het is gratis, dat weten jullie allemaal. Het is gewoon gratis. En dan ook nog even op het belletje klikken. En dan de bovenste op alles zetten. Nou, dan blijf je altijd op de hoogte wanneer ik dus weer, of tenminste YouTube, weer een vlog online zet. Want ik blijf proberen om iedere dag dus een vlog in elkaar te zetten. Zodat die door YouTube weer online gezet kan worden. Ik moet er eventjes, wanneer ik weer tijd heb, even een paar meer zien te maken. Maar ja, ik heb het zo druk de laatste tijd, ja. De naaimachine staat ook nog steeds op tafel. Ik moet nog steeds een zeil maken voor Mary. Ik moet mijn roze rok nog steeds maken waar die linkelhaak in zit. Dan moet ik een jurk gaan vermaken tot rok. En dan moet ik van mooie lappenstof een jurk gaan maken. Dus ik heb nog heel wat te doen. Of ik het klaar krijg voor de kerst, die nieuwe jurk. Dat zal het er niet worden, maar ik heb mooie jurken nog genoeg, dus dat komt wel goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker met mooie dromen nogmaals. En ik zie jullie weer graag aan de andere kant van de nacht.
moving on.